Dus eigenlijk, waarom is forecasting en demand management zo belangrijk? Het is het begin van je hele keten. Voor heel veel bedrijven. Ongeacht wat voor een bedrijfstak. Of je nou een botenbouwer bent, of je doet koekjes, of je maakt plastic. Het bepaalt uiteindelijk het ritme van je hele keten. Ja, je moet de goede producten op het juiste moment hebben. En voor heel veel sectoren betekent dat je lang van tevoren na moet denken, welke producten moet ik op het schap hebben liggen? Welke producten moet ik in het magazijn hebben liggen? Hoeveel? Ja, als je dat verkeerd plant, dan heb je dus de verkeerde producten of geen producten of weinig service. Dus het drijft heel veel supply chains. Dus bepalend voor, laten we zeggen, het succes van supply chains. Het is de start. Eén is natuurlijk de trend van data. We hebben data echt overal. Mensen reviewen producten op allerlei websites. Nou, die data kun je ook gebruiken om je forecast beter te maken. Ik denk dat dat één heel belangrijke trend is. Er is steeds meer data beschikbaar. Tweede is de groei van analytics. We kunnen met algoritmes, met analytics, veel meer dingen als we in het verleden konden. En met name dat de computing power gewoon ook vele malen groter is. Daarbij, als je kijkt naar de organisatie van de functie, een belangrijke trend is dat je die functie ziet centraliseren. En met name rond het analytics weer, dat je centers of excellence krijgt. Competent centers die heel goed zijn in forecasting vanuit de statistiek. Dus dat heeft ook een consequentie bijvoorbeeld voor de rol van de planner die overblijft bij de verkooporganisatie. En wat je ziet, is een soort balans ontstaan of een soort trade-off ontstaan. En wat kan de machine heel goed? Analytics, statistiek. En waarvoor heb ik de planner echt heel hard nodig? Dus wat je grosso modo ziet, is dat er een aantal functies gaan ontstaan. En er is in Amerika een heel mooi onderzoek gedaan en zeggen van, nou, er zijn eigenlijk drie functies die gaan ontstaan of die bestaan in het planningdomein. Eén is, noemen ze een trainer. Dat is degene die heel goed is in het trainen van de statistische modellen. Dus die de algoritmes kan trainen op een dusdanige manier dat die een goede forecast leveren. Een tweede rol is wat ze noemen de explainer. Nou, daar komen dus allerlei forecasts en plannen uit die statistiek. Maar ja, die moeten nog steeds afgestemd worden met de verkoper. Of in sommige gevallen moet de verkoper additionele kennis inbrengen. Nou, de explainer heeft een hele sterke rol in het bouwen van die brug tussen de statistiek en de mens, de planner of de verkoper, die ermee aan de gang is. Dat is de tweede functie. En de derde functie die je ziet ontstaan is dat, ze noemen het de sustainer. Je gebruikt heel veel data en daar zit dus ook iets van ethiek omheen. Kan ik die data wel op een bepaalde manier gebruiken? Nou, iemand die dat safeguard, die dat bewaakt, dat noemen ze de sustainer. Dus wat je ziet in het planningsdomein eigenlijk drie functies ontstaan. Is die analist, die gecentraliseerd is. Voor heel Europa of voor de hele wereld. Die maakt op basis van statistiek de forecast. Je ziet die demandplanner dicht bij de verkooporganisaties. Die is dus heel goed in communiceren met die verkoper. Die is heel goed in het begrijpen van de cijfers, het vertalen van de cijfers en heel veel business sense. En je ziet dan de sustainer, dat is degene die eigenlijk meer op hoofdkantoor zit. Die zorgt dat de data die gebruikt worden ook op een ethisch juiste manier gebruikt worden. Ja, ik denk de belangrijkste rol van die planner blijft creativiteit. Het kunnen communiceren met verkopers, het kunnen communiceren met de financiële afdeling. En dat is met name die demandplanner lokaal. Die speelt heel erg een rol in dat spel. In dat meer menselijke communiceren, het betrekken van mensen die niet zo goed zijn in statistiek bij het planningsproces. Ik denk dat dat een belangrijke capability is van die lokale demandplanner. Als je kijkt naar zijn skills, we hebben daar een onderzoek naar gedaan binnen Aion, een benchmark. En we zien een aantal skills van groot belang. Eén is het goed kunnen communiceren met een verkoper, dus zijn taal kunnen spreken. Het tweede is, we noemen het challenging data. Er komt een getal uit het systeem, dat moet hij met de verkoper overleggen en de verkoper roept een getal terug. Nou, het kunnen analyseren van die getallen is een belangrijke rol. Dus communicatie, analyse, met name over getallen kunnen praten. En een derde is gewoon business sense. Als ik dropjes verkoop, dan moet ik die dropjes maar goed begrijpen. Het loslaten van supply chain problemen. De grootste uitdaging van een demandplanner is als hij ook rekening gaat houden met het feit dat dingen niet kunnen in de supply chain. Dus hij moet echt een unconstrained view op de markt hebben. Wat kan de markt, wat kunnen we in de markt verkopen? Dus het is ook een stukje afleren. Ik weet dat die fabriek problemen heeft, dus ik ga die forecast maar naar beneden aanpassen. Dat moet hij dus meer afleren. Wat moet hij leren? Met name denk ik die lokale, de manmanager in het land. Het interpreteren van data, het interpreteren van een forecast die uit een systeem komt, die door iemand anders gemaakt is.
ik denk dat dat twee belangrijke zaken. Iets afleren, dus wat die leider, een beetje ja, een lang of korte ei, wat een leider moet doen in zo'n geval, is hij moet nooit eigenaar worden van de data. Hij moet zorgen dat hij het gesprek faciliteert. En niet zozeer dat het zijn plan wordt, maar het moet de forecast worden of de vraagvoorspelling van die verkoper. Dus het heel erg faciliteren van het proces. En het challengen, constant challengen, uitdagen van ja, je zegt nou 100, maar data zegt 80. Of je zegt nu dat dit product een enorm succes gaat worden, maar we hebben gezien in het verleden dat onze nieuwe productintroducties niet zo succesvol waren, omdat je zegt nu dat dit product heel hard loopt, maar als ik naar de doorverkoopcijfers kijk van onze retailer, van onze klant, dan blijven ze eigenlijk allemaal op voorraad liggen. Dus heel erg dat spel spelen. Het faciliteren van het proces en het constant challengen van de data eromheen, de forecast eromheen, de inputs in het proces. Als hij dat heel goed doet, dan speelt hij een heel belangrijke rol als een soort leiderschapsrol. Als je dan praat over best practice, dan is segmentatie belangrijk. Je hebt een bepaalde productportfolio, je hebt een bepaalde klantenportfolio. Probeer die te segmenteren en probeer voor die verschillende segmenten in je vraag. Bijvoorbeeld, ik lever koptelefoons. En ik lever low-end en high-end koptelefoons. Nou, die vragen een verschillende aanpak. Dat is een best practice die wij heel vaak zien. Probeer voor verschillende segmenten verschillende aanpakken te creëren. En dat werkt. Maar er is niet één bedrijf van die zegt dat is nou een best practice in forecasting. Omdat dat altijd in een bepaalde context zit. En die context is de markt waar ze in zitten. De historie van het bedrijf. Je kunt allerlei dingen bedenken. Wat bepaalt of iets voor dat bedrijf op dat moment een best practice is.